Hoi mensjes en welkom bij deze bevalling slash uitleg video van wat er allemaal is gebeurd. Er is super veel gebeurd. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik moet gewoon iets van een uitleg doen. Omdat ik heel de tijd krijg vragen van wanneer krijgen we nou een nieuwe video? Of waarom posten jullie geen nieuwe video's? Ik zal het allemaal uitleggen in deze video. En een klein beetje Rio laten zien. Tot mijn 32e week van mijn zwangerschap ging eigenlijk alles gewoon helemaal prima. Er was niks aan de hand. Ik voelde me super goed. Af en toe was ik wel heel erg moe. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. En ik sliep heel slecht. Ik had last van rusteloze benen. Maar verder ging het eigenlijk wel. Tot mijn baby shower was er niks eigenlijk aan de hand. Dacht ik van, wat een topzwangerschap is dit. Alleen is het daar toen heel erg bergafwaarts gegaan. Op een of andere manier voelde ik me ineens super moe. Heel vaak ook heel moe. En ik weet niet zo goed wat er was veranderd. Maar ik dacht eerst van, nou, ik moet heel erg bijkomen van die baby shower. Want ik was zo verrast. Toen ging het eigenlijk steeds slechter. Dat ik me niet zo lekker voelde. Dat ik veel meer in bed lag alleen maar. En toen op 31 december had ik had eigenlijk al een paar dagen een beetje last. Maar ja, ik ben niet iemand die heel snel naar de huisarts of verloskundige belt. Ik had aan de bovenkant van mijn buik... Oh. Meneer ligt daar lekker te slapen en geluidjes te maken. Dus als je iets hoort, dan is het Rio. Ik zal hem zo even erbij pakken. Ik had dus heel erg last aan de bovenkant van mijn buik. En op een gegeven moment had ik zoveel pijn dat ik dacht, ik ga toch de verloskundige bellen. Die heb ik toen gebeld in de middag. Toen moest ik naar het ziekenhuis komen omdat ze bang waren voor zwangerschapsvergiftiging. Hebben we allemaal testen gedaan. Nou, dat bleek het dus niet te zijn. Toen zei ze van, nou, kijk eventjes hoe je je voelt. Wordt het erger of blijft het gaan? Sorry. Wordt het erger of blijft het gaan, dan moet je weer terugkomen. Dan bel je naar het ziekenhuis. Nou, dus ik was gewoon even gaan liggen. Met hem ging alles goed, want aan de CTG zagen we gewoon dat alles goed ging. Ja, ik had ook geen hoge bloeddruk of wat dan ook. Het was echt puur die hele erge pijn boven in mijn buik. Toen was Joost met Selina bij zijn zus oud en nieuw gaan vieren. En ik trok dat gewoon niet. Ik wou gewoon alleen maar in mijn bed liggen. Gewoon even alleen helemaal in mijn bed liggen. Totdat ik hem belde. Dat ik zei, schat, het gaat gewoon niet meer. Ik heb het ziekenhuis gebeld en ik moet weer terugkomen. Omdat ik zo'n pijn had. Dus toen zijn we teruggegaan. Het moment dat we het ziekenhuis inliepen, zagen we overal vuurwerk. Dus dat was dus om 12 uur. Toen hebben ze weer allemaal testen gedaan. Ze konden het niet vinden. Ze vonden wel ontstekingswaarden. Dus toen heb ik uiteindelijk 6 dagen in het ziekenhuis gelegen. Omdat ze van alles dachten. Eerst dachten ze dat ik een blinde darmontsteking had. En dan moest... Die moest eruit, dan moest de baby ook eruit. Nou, dat was het toch niet. Toen dachten ze een galblaasontsteking. Dat was het ook gelukkig niet. Toen dachten ze als laatste een longembolie. Heb ik daar foto's voor moeten maken. Was het ook niet. Dus ze snapten er zelf ook helemaal niks van. En ik kreeg gewoon 24/7 pijnstillers aan het infuus. Nou, ik heb me echt nog nooit zo slecht gevoeld. We kwamen tot de conclusie dat... Hij super erg bewoog. Veel meer als kindjes die normaal, zeg maar, in zijn termijn was. Op dat moment was ik 36 weken zwanger. En soms dan schopte hij gewoon letterlijk die banden van de CTG gewoon naar beneden van mijn buik. Omdat hij zo ontzettend veel bewoog. Toen dachten ze dat het misschien... Dat het dan maar misschien kon zijn dat hij, omdat mijn placenta ook aan de achterkant ligt, dat hij gewoon mijn organen helemaal aan het vertrappen was. En mijn ribben, dus ook gekneusde ribben. Toen hebben ze gezegd van, we willen je gaan inleiden. Sowieso niet voor de 37 weken. En kon ik eigenlijk kiezen of ik dat thuis wou uitzitten of in het ziekenhuis. Maar ik had het helemaal gehad met het ziekenhuis, dus ik wou gewoon heel graag naar huis. Dus ik heb gezegd van dat ik het thuis wil uitzitten. Dus ik heb eigenlijk al die dagen alleen maar in bed gelegen. Toen hebben we een afspraak gehad bij de gynaecoloog. En zou ik dus met 38 weken ingeleid worden. En die pijn die nam ik maar gewoon. Want ja, ik had nu toch al zoveel dagen al pijn. Die laatste dagen kon ik er ook wel bij.
En we zijn natuurlijk ook verhuisd. Dus we zitten nog midden in de verhuizing. Letterlijk, de verhuisdozen staan letterlijk nog in de gang. Dit was zeg maar een beetje het verhaal wat er allemaal is gebeurd. Waarom ik dus zo lang niks online heb gezet. En ik had, moet je ook heel eerlijk zeggen, ik had ook heel weinig behoefte aan social media. En ik dacht, ja, ik voel me gewoon niet goed. En ik wil dit gewoon, ik heb geen behoefte om dit met social media te delen. Dus ik ga dat gewoon niet doen. Ik trek me gewoon even terug. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. En nu kan ik gewoon weer rustig aan de gang en voel ik me gewoon weer stukken beter. En ik had er gewoon geen behoefte aan om dat allemaal te delen. Dus dat heb ik gewoon niet gedaan. Toen de bevalling. We zaten hier nog in de verhuisdozen. Het was de avond voor de bevalling. En we moesten eigenlijk om 8:00 AM in het ziekenhuis zijn. En ik had alles, het was volgens mij rond 1:00. En ik had alles ingepakt. Ik had zijn koffertje, ik had mijn tas. Joost's spullen hadden we ingepakt. Celine sliep bij mijn moeder. Die wou wel bij de bevalling zijn. Maar mijn moeder woont heel dicht bij het IJsland, waar ik wou bevallen. En toen... hey vent. Dan blijf je even bij mama, hè? Hm? Hij is zo klein. Hé, schat. Wil je maken? Oei. Ja. Ik had dus alles klaar. Ik had onze tassen klaar. En ik zeg tegen Joost, schat, ik ga op bed liggen. Dan kan ik nog heel even slapen voor morgenochtend. Dan zijn we goed voorbereid morgen. En ik ga liggen op bed. En ik voel pats. Dit nou en ik sta op en de hele grond helemaal onder plens, pad, gewoon een hele plas. Dus ik denk, dit meen je niet, mijn vliezen gebroken. Hè? Je wou je niet laten halen. Hij dacht, ik kom zelf. Ik was op dat moment dus 37 weken en 6 dagen. Of nee, 5 dagen, want de volgende dag was ik 37 weken en 6 dagen. Gaat hij goed? Blijf gewoon lekker slapen. Dus ik was op dat moment 37 weken en 6 dagen. En ik loop naar de woonkamer en ik zeg tegen Joost. Ik zeg, schat, mijn vliezen zijn gebroken. En hij, super nuchter natuurlijk, zoals hij altijd is. Hij zei van, oh ja, nou we moesten er toch al zijn. Dan weet ik veel wat hij zei. Maar ik was helemaal in shock. Want bij Celine zijn mijn vliezen nooit gebroken. Dus nou, wij gelijk het ziekenhuis bellen. Maar ik had nog geen weeën. Dus hun zeiden van, nou weet je, kijk even of de weeën komen. Als ze niet komen, dan kan je gewoon om 8:00 melden. Om 4:00 ongeveer een beetje begonnen. Dus ik heb nog een beetje geprobeerd te slapen. Maar dat is niet gelukt, want het is te smerig. Als je zo heel de tijd voelt dat je vliezen zo blijven lopen. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. En ik wou heel graag een ruggenprik, want die had ik bij Celina ook. En dat gingen ze aanvragen, maar ik had al 4 centimeter... ontsluiting toen ik aankwam. En toen ze eigenlijk allemaal zo ver waren, toen had ik 8 centimeter. Dus toen zeiden ze, ja sorry meid, het kan niet meer. En ik had zo'n weeënstorm. Oh mijn god, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Dat heb ik allemaal bij Celine niet gehad. Oh, ik kon ze gewoon, ze bleven maar komen. Ik kon het gewoon niet meer opvangen. Het bleef maar gaan. Gewoon, het was gewoon... Ach, het was zo afschuwelijk. Dus ik was zo boos. En ik heb gescholden op mijn stillers. Toen heb ik uiteindelijk bij de laatste 2 centimeter... voor de laatste 2 centimeter een morfinepompje gehad. Maar als je ooit een ruggenprik hebt gehad... dan is die morfinepomp echt gewoon 10 keer niks. En toen eigenlijk... Nou, Celine was erbij... Iedereen, ik heb daar heel veel commentaar op gehad. Van waarom zou je Celina daarbij willen hebben? Waarom is ze daar niet te jong voor? Maar Celine wou het echt super graag. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Toen, dus toen kon ik persen. En Celine stond naast mij met Joost. En Celine die is gewoon weggelopen. Naast het bed. Die stond naast mijn bed en die is naast de gynaecoloog gaan staan omdat ze alles wou zien. En ik heb tijdens mijn bevalling een paar keer heb ik naar haar gekeken hoe ze deed. Een paar keer heb ik haar dit gezicht zien trekken. En moest ik gewoon lachen tijdens, van binnen tijdens mijn bevalling.
En toen binnen 13 minuutjes was hij er. En toen moest ze ook barsten ze in tranen uit. En het was zo lief en zo mooi. En je bent aan het snurken, joh. Ja. Ben je door mijn video heen aan het snurken, jij? En het was zo lief en zo mooi. En zij heeft ook de naaldstreng door mogen knippen. En er komt gelijk een draakie. Kom een kus. Ga je weer? Ja. Oké. Okay. Nou, dat was Celine even. Ze heeft de naaldstreng doorgeknipt en het was echt precies alsof... Jazeker. En het was precies eigenlijk hoe we het ons voor hadden gesteld. Dus dat was echt gewoon, het was zo'n mooi moment. En dat zal ik echt nooit meer vergeten. Hoe zij zo in tranen uitbarstte. Het was zo lief. En toen was die er. Hé, schat? Toen was je er. En hij is eigenlijk super rustig overdag. En in de avond is die lekker druk. Dus in de nacht en in de avond. Maar eigenlijk gaat het super. Hij is nou morgen is die een weekje oud. En we hebben ervoor gekozen om hem niet gelijk met zijn gezicht overal op social media te doen. En ik weet niet wanneer we dat wel gaan doen. Maar in ieder geval niet meteen. En als dat wel zal gebeuren, dan zal dit sowieso op YouTube zijn. Hij is 48 centimeter, schatje. En hij was 3300 gram. Dat was dus even in het kort. Beetje chaotisch, maar dat is ook echt deze hele periode geweest voor ons. Wat er allemaal is gebeurd. Ik heb nog heel veel beeldmateriaal waarin ik zwanger ben. Dus bijvoorbeeld dat we de bank gaan uitzoeken van ons nieuwe huis. En het is nog niet af. Je ziet hier zelfs die muur achter mij. Is nog een gipswandje. Dat is nog allemaal niet af. Maar uiteraard wil ik wel een home tour voor je, een voorlopige home tour of zo opnemen. Maar ik heb dus ook nog bijvoorbeeld die tweede AliExpress video. En dat we een bank gaan uitzoeken. En dat mijn bed hierachter ziet. Wordt geleverd. Dus die video's ga ik allemaal maar gewoon plaatsen. Dus dan weten jullie dat. Dat ik nu dus ook nog video's plaats waarin ik zwanger ben. Want het is best wel zonde om dat niet meer te laten zien. Maar ja, ik ben natuurlijk niet meer zwanger. Dat was eigenlijk gewoon wat ik jullie allemaal een beetje wou vertellen. Ik ben allemaal super blij en hij doet het super goed. En ik ben nu een moeder van twee. Hè, schatje? Hè, toetie? En ik hoop dat jullie dit dus een leuke video vonden. Nu ga ik de video's weer oppakken en ben ik gewoon weer lekker actief. En nu voel ik me gewoon weer goed. Dan zie ik jullie sneller. Doei doei!